Bonjour et bienvenue au cours du français langue étrangère. Dit is een stomme klank. Als hij lang is, e. Als hij kort is, e. Staat er een accent op. Eerst even het Nederlands. Je ziet het al, Nederlands. Met. We hebben allemaal eetjes, maar de ene keer zeggen we e, dan weer e, dan weer e. Een Fransman, hut, vult, sturk, slucht, die weet niet hoe hij dit uit moet spreken. De Fransman heeft accenten, zoals ik al zei, voor een korte terug, e, voor een lange, mee, e. Dus een Fransman, die zou hier accentjes op zetten en dan spreek je het vanzelf goed uit. Dat heeft ook weer met die klemtoon te maken, dat doen wij aan het begin. Fransen niet. Ze, maar niet zetel of zetel, maar zetel. Zelfde met de e. Het, maar dan is het niet het en, maar heten. Dit is hartstikke lastig voor een Fransman. Dus die accentjes zijn er niet om je te plagen in het Frans. En niet omdat ze overal zomaar wat gaan strooien. Maar aan die accentjes kun je zien hoe je het uit moet spreken. Zet hem maar weer even stop op pauze en oefen. De e-klank, daar hoeft niet per se een accent op te staan. Dit is ook gewoon een e. Kort. Pierre, cher, hiver, hier, divers, super, enzovoort. Geen accent, stom, wel een accent, café, crèche. Zet ze op de goede plek, goede oefening. Dus niet de ze, bezums, vergun, lek, ker. Maar zet de accenten zodat een Fransman het kan uitspreken. Nee, zo komt een Fransman er niet uit. Nog één. Welke is stom, welke is een e en welke klank is een e? Dat was het weer. Quand tu ne sais plus où tu vas, retourne-toi et regarde d'où tu viens. Merci et à bientôt.